Robert, jij bent de voorzitter van het stichting Klompgezielen. Ja. Wat kun je me vertellen over Klompgezielen? Wat houdt dat precies in, het Klompgezielen? Klompgezielen, dat is een traditie van jaren en jaren her. Zelfs pakers, beppers, die zielden vroeger allemaal klompen. Maar onze stichting die heeft het eigenlijk wat in een officieel jasje gitten. We zielen trosnee ik mooi standaard klompen, dat die binnen echt opmitten. Goede maten met ze, hè. En dan komen ze in een wedstrijd. En dan is het met name bestemd voor basisschooljeugd. En onze stichting die organiseert elke keer het Fries kampioenschap. En dat organiseren we rondom de provincie. Het ene hier in het noorden, het andere hier in het zuiden en zo terug. Hebben we dan een echte FK, een Fries kampioenschap? Ja, het is een echt Fries kampioenschap. Het is wel een open Fries kampioenschap. Dus dat houdt in dat, mocht je net van de provincie komen, toch lekker goed maar kennen. Maar wij zijn ik lid van het officiële Wettersportverbond. Dat betekent dat de kampioen, hoort ik, de officiële wimpel, kampioenswimpel krijgt van het Noord-Nederlands Wettersportverbond. Dus dat je een kampioen wordt in een regenboog, je wordt kampioen in een valk, in een 16 kwadraat, krijg je een mooie wimpel. Maar wil je kampioen met een klomp, krijg je ook dezelfde wimpel. Dat is dan wel een hele eerlijk op mij. Ja, heel bijzonder, hè? Dus dat houdt ik een beetje een officieel karakter aan het Fries kampioenschap. Het is mooi wonen is leuk, maar winnen, ja, dan ga je toch voor hoofdprijs en dan mag je een jaar lang Fries kampioen nemen. Als de klomp één keer loslitten is, terug de schipper, dan mag de klomp hem zelf rijden. Maar het is een kunst, een techniek om de klomp van tevoren zo in te regelen, mag ik zeggen, in zieltermen te trimmen, dat er mooi bij de wien oprint en zo rucht mogelijk naar de andere kant naar de finish gaat. Er zit echt een behendigheid in dus. Er zit wel een beetje techniek in. En heel vaak zorg je dat huid en memmen en pakers en beppers hun er maar beginnen te bemoeien. Ja. Want het gaat namelijk de lengte van de schoot op het grutzuil en de lengte van de schoot op het vakje, dat maakt een goede verhouding wezen. Ja! Ik ben echt heel blij. Ik ben blij. Heel erg. Heb je dit al vaker gedaan? Nee. Eerste keer? Ja, we hebben ook maar één keer geoefend in de vakantie. Dat was vanmorgen nog. Maar ik ben... Het gaat best goed en ik ben heel erg blij. Cool. Ja.